de vorige vlog heb je gezien dat, dat de vrachtwagen er kwam, dat die moest inparkeren en zo. Die hebben uitgeladen, er zat allemaal hulpgoederen in, matrassen, kleding, van alles, zelfs een kachel die 250 kilo woog. Nou, en in deze vlog dan zal je zien dat er mensen komen, dat die een vuilniszak krijgen en dat die gratis spullen mogen uitkiezen die ze mee naar huis mogen nemen. Nou, deze wegenkaart en deze reisgids die liggen al ruim vier maanden heel erg in de weg in de auto. Want die hebben we vanuit Nederland meegenomen. Want die hebben we gekregen van Jannieke. En die gaan we nu eindelijk gebruiken.